US Army knee pads and uniform, tourniquets, blood stopping goes as a quick clots, burning pads. This whole kit helps saving lives. Spullen voor de frontlinie. De woonkamer van Dima in Brooklyn ligt er vol mee. For doctors in the field, for civilians joining the force, even civilians just to have it. Hij propt zoveel mogelijk in koffers om het vanavond nog richting het oorlogsgebied te sturen. Veel van zijn vrienden en familie zijn nog in Oekraïne. It's tough. It's feeling guilty that you are here and your fellow citizens are in Ukraine, your friends are in Ukraine fighting Russians. De spullen worden gedoneerd door Oekraïners, Amerikanen en zelfs Russen die in de VS wonen. Wekelijks gaan er koffers vol met medische gaasjes, kniebeschermers en camouflagebroeken van New York naar Oekraïne. Misschien is het maar een druppel op de gloeiende plaat, maar voor Dima is het zijn manier van zijn land in oorlog helpen. So we are on the way to Terminal 7 in JFK. Daar wachten twee andere vrijwilligers met meer koffers. Eén van hen vliegt vanavond naar Polen. Daar wordt hij opgewacht door een chauffeur en rijden ze samen de grens over. All those suitcases go to Lviv and then to Kyiv and then they spread out through whole Ukraine. De Poolse luchtvaartmaatschappij helpt ook mee. Het maximum aantal koffers geldt nu niet. En over een paar dagen vliegt er weer iemand anders met een nieuwe lading. Sophie van der Meer, RTL Nieuws, New York.